Doelpunten maken is één ding, maar wat zou een spits zijn zonder dat fluwelen paasje, een beslissende doorsteekbal of een penseelstreek op het hoofd? We gaan deze week in Fantasy Pro League op zoek naar de assistenkoningen uit onze competitie. We gaan niet simpelweg de ranking volgen en je gewoon de beste vier van het moment geven. Nee, we gaan op zoek naar spelers die echt het verschil kunnen maken voor je team. Te beginnen met Stef Peters van Eupen. Slechts 2 doelpunten, maar wel al 7 assists. Een verdeler die liever zijn teamgenoten bedient dan zelf zijn kans te gaan. Eupen, die hebben punten nodig en jij misschien ook. Dus lijkt ons dit het moment om Peters in je ploeg te implementeren. Na een assist tegen Anderlecht zal de Panda minstens even goed of misschien wel beter willen doen tegen Gent. Niet enkel Nicolas Storm is in vorm bij de Kakkers, ook Hugo Kuipers verovert de harten achter de kazerne. Al in 13 doelpunten betrokken dit seizoen. Kuipers die kan het allemaal. Scoren, dribbelen, maar ook op het juiste moment zijn ploegmakkers bedienen. Na een blessure aan het jukbeen in december is de spits van KV Mechelen helemaal terug. Goed afgelopen weekend voor een doelpunt tegen Beerschot en wie weet wel een assistje of 2 tegen de Kustboys komende speeldag. We glijden langs de Oendafs, Van Zijers, Ito's, Gomez en andere spelers om op de tweede plek in het assistenklassement Jean-Luc Dompé terug te vinden. Hoe groter de storm, hoe groter de regenboog, moet de Fransman gedacht hebben. Al 11 keer bediende hij zijn kopsterke ploegmakkers bij Zulte Waregem. Tegen Oostende draaide het voor Dompé uit op een domper, maar een nieuwe kans lonkt tegen Anderlecht dit weekend. De koning der fluwelen doorsteekpaasjes is natuurlijk Xavier Mercier van OH Leuven. 13 stuks in totaal, een dubbeltje tegen Oostende. De Fransman is goed op weg om zich dit seizoen te kronen tot assistenkoning. En als hij eraan begint, is hij moeilijk af te stoppen. Althans, Mercier zelf. Je marche beaucoup dans les séries. Donc si je fais un match, un assist ou un but, soyez sûr que le week-end prochain je vais faire la même chose. Welke spelverdeler zet jij dit weekend in je team? Laat het ons zeker weten in de comments. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.